Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zit bij mij aan tafel politiek filosoof Govert Buijs. En we gaan het hebben over de filosofie van Charles Taylor. Govert, van harte welkom. Willem, mooi dat je bent. Ja. Nou, leuk om jou hier een keer te hebben. Onderdeel van een vaste reeks. Wij proberen altijd de grote filosofen van Nederland in gesprek te laten gaan over de grote filosofen uit de filosofische kanon. Mm-hmm. En nu aan mij dus de eer om jou vandaag te gaan interviewen. Kort college misschien wel te laten geven over Charles Taylor. Ja, ja. Canadees wijsgeer, geboren in 1931 en de beste man leeft nog steeds. Schrijf nog. Volgend jaar komt nog een heel groot boek van hem uit over de postromantische dichtkunst. In Europa. Geweldig. Dus. Nou goed, dan ga ik vast een order op plaatsen inderdaad. Heel mooi. Charles Taylor staat denk ik bekend als een denker die in de loop van zijn carrière veelvuldig is teruggekeerd naar het thema van de modernisering. En die heeft proberen na te denken over hoe dat traject van de modernisering impact heeft gehad op ons zelfbeeld, ons mensbeeld, ons beeld op de maatschappij, ons beeld op het goede leven, het goede handelen. Een aantal van die thema's gaan wij vandaag proberen te bespreken. En ik zou graag beginnen bij een van de centrale begrippen uit Taylor's oeuvre. Hij heeft ook een heel boek aangeweid met dit werk, The Secular Age. Ja. Namelijk dat begrip secularisering. Ja. Dat speelt een centrale rol ook in veel sociologische theorieën over modernisering. Secularisering drukt dan dat idee uit van hè, de religie wordt steeds meer iets wat in de privéruimte plaats heeft, verdwijnt uit het publieke beeld. Ook onze instituties worden minder ingericht naar een bepaald soort religieus oogmerk. We worden steeds meer rationeel ingevuld hè, in die moderniseringsbeweging. Dat is bijna een cliché van de theorieën over modernisering. Mm-hmm. Taylor heeft daar heel nadrukkelijk zijn eigen visie op willen ontwikkelen. En een aantal van de clichés uit dat beeld ook willen bijstellen hier en daar. Misschien kan je ons wat zeggen om af te trappen over dat begrip secularisering, hoe dat bij Taylor gestalte krijgt en hoe hij reageert op de traditie die er al bestond rondom dat begrip. Ja. Nee, dan heb je hier meteen al een kernpunt te pakken van het boek Secular Age en van zijn eigen benadering daarin. Kijk, Taylor is iemand, hij komt ook echt, oorspronkelijk heeft hij veel aan Hegel gedaan, die denkt historisch. Hè? En eigenlijk zijn wij vandaag de dag, we kunnen wel zeggen, wij vinden onszelf uit, maar dat is niet zo. Hè? Er zitten eeuwen, zitten als het ware in ons neergeslagen hè, van cultuurgeschiedenis, die we als het ware automatisch met ons meedragen. Hè? Dus neem alleen maar als wij zeggen van wij zijn niet meer premodern, we zijn modern. Hè? Wij zijn modern. Drie woorden, dat is een enorm verhaal. Hè? En dat probeert hij een beetje te vertellen. En wat doet hij dan daarin? Er zijn allerlei verhalen over die moderniteit zijn al eeuwenlang verteld. Eigenlijk begint dat vanaf de verlichting. En wat zie je vanaf de verlichting eigenlijk als een dominant verhaal naar voren komen? En ook de hele godsdienstsociologie, de sociologie in het algemeen heeft daar zeer sterk mee te maken gehad. De westerse cultuur is een cultuur die afscheid neemt van alles wat daarvoor geweest is. Het spoor van rationalisering inzet. En dat rationaliseringsspoor dat is onlosmakelijk verbonden met het einde van religie. En dat noemt Taylor de subtraction story, zoals hij het noemt. Vroeger had je een levenservaring in twee verdiepingen. Het gewone leven en het transcendente. En nu, het transcendente, wij doorzien inmiddels dat dat een illusie is. En dan blijft het gewone leven over. Dus uiteindelijk komen wij nu in de moderniteit tot een echte verhouding, tot een realistische verhouding tot onze wereld. Waar die moderniteit zich voortzet, waar wij onze rationele verkenning van die wereld hoe langer hoe meer doorzetten, wetenschap en techniek, dan verdwijnt religie automatisch eigenlijk. Dus dan krijg je zo'n soort negatief verband hè, tussen waar de een naar voren dan komt de ander. De ander die komt op en de ander, daalt. Ja. En dan heb je ook hele mooie verhalen over, dat begint al in de Franse verlichting, dat men zegt van de mensheid die beweegt zich van een mythisch stadium via een stadium van de grote filosofie, een ontologisch stadium, naar een positivistisch stadium, zeg maar. Dus mythisch, ontologisch en dan positief of wetenschappelijk, hoe men dat dan aanduidt. En dat is de weg van de wereldgeschiedenis. He, dus ook niet van enige arrogantie ontbloot. Hè, eigenlijk zoals wij het doen, zo gaat iedereen het wel doen. Mensen kunnen nog wel het achterblijven. Dat zal maar in de loop van de geschiedenis zal dat zich uitwijzen. Dat wij het juiste spoor te pakken hebben. En alle culturen zullen ons volgen. Dat ongeveer globaal gesproken is het verhaal. Wat Taylor doet is zeggen dat het verhaal
Hij kijkt er in eerste instantie heel empirisch naar. Dus ook in de westerse cultuur klopt dat eigenlijk nauwelijks. Dat zeiden de sociologen ook wel. Die zeiden ja, Amerika dat was dan the great exception. Nou is Amerika wel het land waar wetenschap en techniek zeer ver voortgeschreden zijn. En waar religie in de moderniteit echt fors is toegenomen. Dus de eerste settlers, nou ja, maar er waren ook veel vrijgevochten geesten zaten eronder. Die zich aan van God nog gebod wel iets aantrokken. En die hele samenleving is met name in de 20e eeuw door allerlei opwekkingsbewegingen enzovoort is religieuzer geworden. Maar dat was American exceptionalism. Europa had het echte, dat was het echte zou je kunnen zeggen voor de sociologen. Maar ook in Europa, zegt Taylor. Als je nou kijkt van waar vind je nou de meest intensieve religieuze activiteit. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Dan moet je naar de 19e eeuw kijken. En helemaal niet dat je zegt van nou ja, dat was na de verlichting. Dus, en per land is het ook heel verschillend. Dus als je kijkt, Nederland is natuurlijk heel religieus geweest. Gaat ineens in 30, 40 jaar tijd neemt het afstand van. Maar was eigenlijk in die moderniteit heel religieus, toenemend religieus ook. Andere landen, daar blijft dat wel. Als je kijkt naar Ierland, Engeland is ook religieus. Of is er behoorlijk sterk seculier geworden na de jaren 60. Maar eventjes, je steekt de zee over in Ierland, blijkt dan ineens heel katholiek gebleven te zijn tot op de dag van vandaag. Dus per land zijn die patronen ook al heel verschillend. Dus empirisch dat je één zo'n beweging kunt trekken van zo gaat het in de moderniteit, zegt hij, dat is gewoon onzin. Empirisch zie je een zigzagbeweging. Religie kan soms toenemen in het ene land en in het andere land afnemen. Het kan de intensiteit van religie. Het kan ook daadwerkelijk midden in de moderniteit ineens weer aan vitaliteit winnen. Dus dat is het vraag. Hij zegt, eigenlijk wil ik wat anders doen. En ik doe iets heel. Hij is ik zei al, een historisch denker. Hij zegt, ik wil eigenlijk kijken hoe wij, wat dat noemt hij, de conditions of belief. Wat zijn eigenlijk de omstandigheden, die zeggen de culturele situatie waarin godsdienst zich manifesteert. En daar kun je wel een zinvol verhaal over vertellen, over de wijze waarop religie zich dan moet verhouden tot die veranderende levenservaring eigenlijk. En dat is wat hij probeert te doen in dit boek, is zeg maar, hoe ziet onze levenservaring eruit? En dat kunnen we dan historisch, altijd schetsmatig, maar reconstrueren vanaf de middeleeuwen. Maar hij doet het ook regelmatig dat hij even een uitstapje maakt naar homo sapiens in brede zin, zeg maar. Dus of in diepe zin, lange zin. Dan heb je het over axiaal, dat is het begrip van Carl Jaspers. Dat je eigenlijk een soort van religieuze transformatieperiode gehad hebt waarin zowel het boeddhisme als het confucianisme als Israëls profeten, de Griekse filosofen enzovoort ongeveer in een paar eeuwen tijd in heel verschillende culturen doet zich dat voor. En daarvoor heb je dan pre-axiaal, dat zou je kunnen zeggen dat zijn meer de animistische religies, verbondenheid op een andere wijze. Dat soort uitstapjes maakt Taylor ook regelmatig. Maar toch de grote aandacht gaat voor hem uit naar vanaf het hoogmiddeleeuwse West-Europa naar de moderne tijd. Hij zegt, want daar is toch wel eens degelijk, daar hebben die secularisatiedenkers gelijk in, wel iets bijzonders gebeurd. Maar dat zit niet zozeer in religieuze intensiteit, maar in de manier waarop wij ons leven ervaren en waarin dan ook religie zich moet manifesteren daarin. Daar kan ik zo een reconstructie van geven. Precies. Ja, hij zet natuurlijk een aantal. Hij pakt ook echt, omstreeks het jaar 1500 of zo, pakt hij ook een beetje als zo'n omslagpunt. Een aantal, natuurlijk ook onder andere de Lutheranisme, de Calvinisme. Een aantal van die aspecten aan hoe zo'n hele maatschappij ook in de teken komt te staan van een nieuw soort mens- en wereldbeeld eigenlijk. Ja. Het lijkt me inderdaad wel heel interessant om die gewoon uit te pakken. Ja, aantal elementen daarvan te isoleren. Ja. Ik noemde er al eentje. Ja, ik kan. Het is natuurlijk een enorm boek met heel veel lagen. En het is echt een van de meest omvattende geschiedenissen van de moderniteit eigenlijk. Die momenteel bestaan. Een van de meest rijke ook. Omdat wat hij doet is eigenlijk zegt van kijk, je moet het verstaanshorizon van hoe wij ons leven begrijpen. Laten we kijken, hoe begrijpen wij ons leven? Dan hebben we bepaalde elementen die daar altijd een rol in spelen. Namelijk, wie zijn wij zelf? Hoe kijken we tegen de mens aan? Tegen ons mens zijn aan? Je zou kunnen zeggen dat hij gebruikt vaak het woord imaginary, zo van beeldvorming. Je hebt een soort van beeld van wat een mens is.
Je hebt een beeld van hoe de wereld is, de natuur, of de kosmos, nou ja, verschillende aanduidingen daarvan. Een beeld van de samenleving, wat is nou een goede samenleving? En je hebt een beeld van God, het goddelijke. En eigenlijk moet je onze totale, ja, hoe wij ons leven begrijpen, hebben allemaal met die vier te maken. Is er wel een God niet? En hoe verhouden we ons daartoe? Wat is nou de mens? Heeft die een innerlijkheid of niet? Nou, en deze voor, dus daar kunnen we allerlei. Wat nou eigenlijk moet, om de moderniteit te begrijpen, moet je de interactie tussen die verschuivende, ja, beeldvormingen, moet je als het ware proberen te reconstrueren. Dus vier coördinaten. Mens, vier maatschappij, kosmos. En eigenlijk nog een vijf erbij, namelijk ons idee van tijd. Mm. Ja, dus eigenlijk hoort het dus eigenlijk vijf coördinaten. Ja. En, maar dat is een, ja, tijd is weer natuurlijk altijd iets anders. De andere kun je bij wijze van spreken min of meer aanwijzen. En ja. Tijd is dan meer. Maar is tegelijkertijd ook wel heel structurerend voor hoe wij onszelf begrijpen. Nou, wat hij nou zegt is eigenlijk dat wat er begonnen is in die westerse cultuur ten aanzien van is dat, dat had allerlei achtergronden, maar eigenlijk was het een nogal chaotische cultuur in de, ja, tot op de hoge, de late, nou ja, laat ik het zeggen, de late vroege middeleeuwen, zeg maar 100 jaar, 1000, 1100, hè, er was nog heel veel anarchie enzovoort. Er was geen groot overkoepelend rijk, hè, een paar keer pogingen gedaan, Karel de Grote en Otto heeft het nog gedaan. Schepje bovenop gedaan, ja. Hè, maar, en dus eigenlijk die kerk was een hele belangrijke structuur, met allerlei kloosters enzovoort. En die heeft eigenlijk gedacht, eigenlijk deze chaotische samenleving, dit kan toch eigenlijk niet. Hoge gewelddadigheid enzovoort. We moeten hier, ja, orde gaan scheppen. En anders dan bijvoorbeeld in andere takken van christendom, bijvoorbeeld in het oosterse christendom, daar had je altijd wel een keizer. Hè? Ook in Rusland had je dat soort dingen. Dus is dat christendom minder, ja, zeg maar, cultuurcreërend geweest? Meer volgend, zou je kunnen zeggen, binnen de politieke structuren. Maar hier is het bewust een cultuurproject gaan worden. En Taylor zegt eigenlijk is die hele moderniteit te herleiden tot dat cultuurproject. Hij duidt het aan tot een groot woord, hervorming in het Nederlandse vertaling. Maar denk vooral dan niet aan de protestantse hervorming van Luther, maar aan het idee van de samenleving, de wereld. Sociale mens hervorming. Moet hervormd worden. Ja, ja. Ja, ja, dus de mens moet hervormd worden, de samenleving moet hervormd worden. Dus reform, dat is het, ja, woord, dat is het woord wat hij gebruikt in de Engelse editie. Reform. En dat project van reform, dat begint ongeveer rond, ja, 1200. Eigenlijk zegt hij, je hebt een soort symbolisch getal. Dat is het Vierde Lateraans Concilie, geloof ik. Daar wordt in 1215 wordt de oorbiecht verplicht gesteld. He, dus eigenlijk alle mensen die moeten één keer per jaar biechten. Dan moet je je voorstellen wat dat betekent. Dat elk individu, ten eerste word je een individu. He, dat is heel belangrijk. He. Jij moet biechten. He. Dat betekent dat jij moet gaan nadenken over, wat heb ik in het afgelopen jaar goed gedaan, wat heb ik fout gedaan? En wat je fout gedaan hebt, moet je dan opbiechten. En dus je gaat zelfreflectie gaat daarin optreden. Dat is een heel belangrijke notie voor Taylor. Met een idee van, ik moet het ook volgend jaar wel een beetje beter gaan doen. Hè? Dus wat gaat zich voordoen is een vorm van individualisering. Met verbonden met een idee van heiliging. Van eigenlijk moet ik een heiliger mens worden volgend jaar. Ik kan niet weer de zaak gaan verkloten, anders ik volgend jaar hetzelfde verhaal te houden bij de priester. En ik krijg wel absolutie natuurlijk enzovoort. Hè, maar het is ook mooi als, voelt niet als, helemaal als, lekker. Als ik volgend jaar het iets beter kan vertellen. Hè. Dus dat idee van persoonlijke heiliging wordt eigenlijk heel centraal. En dat gaat dan ook betekenen dat je in de samenleving een beetje op elkaar nog wat meer gaat letten. Van doe jij het ook wel goed, doe jij het goed enzovoort. Dus er komen ook processen op van disciplinering. En dus die een soort van sociale transformatie die eigenlijk samen gaat met individuele transformatie. Nou, dat is, zeg maar, op het idee als we even hebben van, hè, mensbeeld. Hè? Ik ben eigenlijk zelf verantwoordelijk voor de verbetering van mijn bestaan. De heiliging van mijn bestaan, zou je kunnen zeggen. Samenlevingsbeeld. Eigenlijk moeten we de samenleving ook een beetje meer maken, ja, volgens een ideale samenleving. Minder gewelddadig. En meer dat wij hier het goede leven met elkaar vormgeven. Nou, dat zijn twee hele belangrijke verschuivingen, hè, die daardoor plaatsvinden. Een derde verschuiving. En dat heeft niet zozeer te maken met dat reformproject, maar ja, deels ook wel, want men krijgt ook, dat zit ook in die christelijke traditie, dat men zegt eigenlijk deze natuur, de kosmos, de schepping, ja, dat is eigenlijk ook, dat heeft ook te maken met wie God is. Dat heeft God geschapen,
En zelfs zo, dat God vindt het zo belangrijk hoe die wereld is. Dat hij daarin geïncarneerd, hè, in Christus. Dus er komt een nieuwe interesse in de natuur zelf. Mm. Dus alle verhalen over natuur, dat geloof en wetenschap tegenover elkaar staan. Empirisch klopt daar. Er zijn ook allerlei natuur, alle historici van natuurwetenschappen die zeggen, er klopt geen hout van. Want die interesse in de natuur, hoe zit die nou in elkaar? En dan gaan we ook eigenlijk nog een beetje afscheid nemen van Aristoteles. Want die had allemaal opgeschreven hoe het moest. Eerder was het. Maar we gaan kijken hoe het zit. Dus die empirische houding komt erin. En men krijgt dus een idee van, nou ja, de samenleving moet verbeterd worden. Wij moeten zelf verbeterd worden. We hebben hier de natuur. We gaan begrijpen hoe die zit. En eigenlijk moeten we ook dat, dat is de context waarin we leven. Als we die ook een beetje in de greep krijgen. Weten hoe dat werkt. Weten hoe we daar, zie daar, dan hebben we echt een pad naar een betere wereld. En eigenlijk dus vanuit heel religieuze motieven. Hè. Dus voor Taylor is de hele moderniteit eigenlijk een soort van ironische, onverwacht effect van een poging om de samenleving, het leven, christelijker te maken. Precies. Vooral het laatste idee wat je noemt is heel interessant. Hij zegt eigenlijk van, het is niet zozeer een grote rationaliseringsgolf die leidt dat mensen gaan kijken naar de natuur als bevattende zijn eigen wetmatigheden en regels. Nee. Het is juist een religieuze impuls die eraan tegenwoordig. Een hele religieuze impuls. Het is Gods, eigenlijk Gods orde die men probeert na te vorsen. Men neemt dan dus ook afstand, als ik het goed begrijp, van een idee dat God in wonderen zichzelf toont en dat God ingrijpt op. Nou, langzamerhand worden er zo langer hoe meer. Kijk, dus voor Taylor is het echt. De inzet van de moderniteit is een grote spiritualiseringsbeweging, zou je kunnen zeggen. Een heiligingsbeweging. Echt. We gaan nu het christelijk geloof tot. De hele samenleving laten doortrekken. Maar tegelijkertijd komt daarin, krijgt men inderdaad een aandacht voor hoe zit dat nou precies? Hoe heeft God de wereld gemaakt? Mm. En hoe kunnen wij dat nou ook inzetten ter verbetering van de wereld? Hoe zitten we als mens in elkaar eigenlijk? Waar zit daar onze potentieel tot verbetering? Waar zit de samenleving potentieel tot verbetering? Dus je krijgt vanuit die impuls krijg je een aandacht voor de eigenheid van mens, de eigenheid van de natuur, de eigenheid van de samenleving. En interessant is ook met name het punt van die heiliging van de mens. Kijk, dan merk je, en dat vertellen is het echt een heel subtiel proces. Je hebt allerlei overgangen daartussen. Dat als mensen zich gaan afvragen van, als ik nou mijn leven moet verbeteren. Ik heb biecht gedaan, volgend jaar wil ik het beter doen. Nou, klassiek christelijk is eigenlijk dat de genade van God bewerkt dat in jou. Je moet je openstellen voor Gods genade. Maar die moet zich openstellen voor Gods genade. Dat moet ik dan toch doen. En wat betekent dan openstellen voor Gods genade? Ja, dat moet toch ergens. Ik moet mezelf ook een beetje aanpakken. Dus je krijgt een hele nieuwe aandacht eigenlijk voor de notie van zelfdiscipline. Van je moet jezelf ook aanpakken. Dus dat merk je in het Calvinisme, maar je merkt het in bepaalde takken. Daar wel het meest sterke. Hè? Vandaar die idee van zelfdisciplinering. Pak jezelf aan. Hou jezelf in toom. En waar vind je de kracht daarvoor? Je kunt zeggen, de goddelijke genade. Maar als je het zelf niet doet, dan gebeurt het niet. Dus vind je het. En dan krijgt de focus, gaat hoe langer hoe meer zich richten op wat zijn de krachten in mijzelf om mijzelf te verbeteren. En dan zit je eigenlijk heel subtiel naar het spoor wat je dan humanisme kunt noemen. Wat dus eigenlijk wil vanuit die christelijke impuls zegt van maar de focus ligt dan eigenlijk op de mens die het wel moet doen. Als die het niet doet, doet hij het niet. Dan gebeurt het niet. En wat zijn dan de krachten in de mens? En dan ga je dus een focus krijgen op de mens zelf en zijn krachten. En dat zijn heel verschillende opvattingen. Sommigen zeggen later, de mens heeft eigenlijk wel, die heeft de kracht van, dat is bij Rousseau vind je dat, bij Adam Smith eerder, in de Schotse verlichting, de notie van sympathy compassie. Mensen hebben het gevoelens die als het ware moreel zijn. Maar bij Descartes, daar krijg je heel sterk het idee van, wij hebben zelf ook de zelfcontrole. Dus die zelfdiscipline, dat vermogen om onszelf in toom te houden, rationeel. Dus Descartes heeft natuurlijk beroemd, ik denk dus ik ben, dat is een epistemologie. Maar hij heeft toch een heel interessant boek geschreven over de krachten van de ziel, de passies van de ziel.
En wat zijn die passies van de ziel? Ja, we hebben heel veel last van onze emoties enzovoort. We moeten in ons hoofd gaan zitten. Rationele controle. En dan, daarmee kunnen wij onszelf inderdaad in toom gaan houden. Dus je krijgt die hele notie van... En dan zit je typisch al in het humanisme. We moeten de krachten in onszelf vinden. Dat kan ofwel in onze reden zijn, ofwel in onze gevoelens. En dat voegt zich dan bij die notie van de natuur... Van ja, eigenlijk kunnen we die ook wel begrijpen in zichzelf. En eigenlijk, ja, dan krijg je allerlei tussenvormen qua geloof. Van ja, God heeft dat wel gemaakt. Maar kijk eens, het is ook geordend. En die orde heeft wel zijn eigen dynamiek. Dus waarschijnlijk heeft God ja, aan het begin het zo gedacht. En hebben wij het nu eigenlijk, zit de opdracht erin dat wij het allemaal ter hand nemen om door ook onze disciplinering van de natuur, van onszelf, de rationele disciplinering van onszelf en de studie van de natuur en het in dienst nemen van de natuur, die betere samenleving gaan creëren, het betere leven gaan creëren. Nou, dat is heel fascinerend, dus dat een zelfbeeld en een natuurbeeld. En wat goed je dan met die zelven doen, die goed gedisciplineerde zelven, hè, die mensen zelf, die zichzelf in toom hebben. Hè, dat vind je ook in, nou ja, eigenlijk in heel Noordwest-Europa wordt dat een nieuw type mens eigenlijk. Rationeel, gecomponeerd, hè, niet mee laten nemen door je passies enzovoort. De stiff upper lip zeggen we dan wel ook in Engeland. Hè. Nou, dat menstype ontstaat. En hoe ga je nou die mensen hoe gaan ze zich tot elkaar verhouden? Dat is notie van de samenleving. Nou, die samenleving, die wordt dan eigenlijk iets wat je ook met elkaar zelf maakt. Met het oog op het zo goed mogelijk leven. Wat is zo goed mogelijk leven? Wel, ja, dat het leven aangenaam is. Dus de samenleving wordt eigenlijk een soort van verband met elkaar tot wederzijds nut. Hè? Daarom verbind je met elkaar. En dat, typisch kom je dan de moderne contracttheorieën, die zeggen van ja, dat is eigenlijk, wij bedenken de samenleving, wij organiseren de samenleving zodat die voor iedereen goed uitpakt. Dus utilitarisme komt er ook, en worden the greatest happiness for the greatest number. Maar ook bijvoorbeeld de notie van een economie, die komt bijvoorbeeld op in de 18e eeuw. Van, eigenlijk is dat heel bijzonder. Kijk, al die mensen, en dan zit je echt nou, bij Adam Smith enzovoort, die is er helemaal flabbergasted, zou je kunnen zeggen. Want eerst zou je denken, al die mensen gaan allemaal hun eigen dingen doen. Wordt chaos, strijd enzovoort. En wat gebeurt er? Nee, ze gaan allemaal zichzelf ontwikkelen, aan het werk. Jij kunt dit, jij kunt dat, gaat uitwisselen op de markt. En er ontstaat een orde, een spontane orde. Geweldig. Dus dat enorm gevoel krijgt men ook van, kijk, we zitten op het goede spoor. Ja, we gaan vooruit. Het blijkt. Als we elkaar als gelijken zien, en we hebben allemaal onszelf in toom, de natuur krijgen wij in de greep, zie daar, het leven bloeit op. En niet ten onrechte overigens, want de enorme welvaartssprong die gaat in de 18e eeuw ook beginnen. En die begint eigenlijk al in de hogere kringen, al eerder in die burgerlijke cultuur. Dus men heeft, je krijgt een soort van roes bijna van... Van succes, van vooruitgang, van kijk, eindelijk lukt het ons om die pool van ellende die de hele mensheidsgeschiedenis is, om die te overwinnen. En een nieuw soort samenleving te gaan creëren. Hè? En dan religie, zeg maar, het christendom was een soort van aanjager. Maar als we goed kijken, hebben we dat eigenlijk helemaal niet nodig. Precies. Dus de ladder kun je ook wel weggooien. Ja. En dan zit je eigenlijk, hoe langer hoe meer, dat is aanvankelijk totaal niet. Hè. Dus allerlei mensen die wij vandaag als voorloper van seculier denken zien, die hebben zich totaal niet, geen moment als seculier denken gezien. Hè. Dus Erasmus, een heel gelovig, vroom christen. Hugo de Groot heeft prachtige meditaties geschreven over allerlei bijbelgedeeltes enzovoort. Die schrijft wel zijn juridisch werk, etsi deus non daretur, alsof er geen God is. Maar totaal niet het idee. Dat was een soort van gedachte-experiment. Maar die zag zichzelf als zeer gelovig christen. John Locke, liberaal denker, die net zo makkelijk zeg maar vanuit het natuurrecht argumenteert als vanuit het Nieuwe Testament. Dus dat totaal geen idee van hier zit een soort van secularisatieagenda achter. Maar het humanisme gaat als het ware langzamerhand, ja, blijkt de noodzaak van een
transcendente inspiratie op achtergrond, die valt eigenlijk weg. We kunnen het ook inderdaad zelf. En dan moeten we het ook doen. Hè? Ja. En dat is eigenlijk de ironie. En dat gaat men langzamerhand ook ontwikkelen. En dan langzamerhand krijg je dus, en dat is dan de verlichting, dan gaat men als het ware reflecteren op dat moderniseringsproces. En zegt dan, eigenlijk is dit de mens zelf die nu aan het roeren komt. En dat moeten we nou ook onder woorden gaan brengen. Hè? En dan krijg je het humanisme ook als een soort van intellectueel onder woorden gebrachte filosofie. Maar het is een late ontwikkeling in het proces, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het antireligieus worden enzovoort. Maar dat is allemaal laat. Nou, dat eventjes. En dan is het wel zo, en dat zegt Taylor, dat omdat totaal nieuw op basis van immanente categorieën, op basis van een bepaald natuurbegrip, een bepaald mensbegrip enzovoort, een totale levensbeschouwing te kunnen formuleren, dat is wel een immense prestatie. Eigenlijk moet je het humanisme zien vergelijkbaar met, eerder, hè, zoals je, wat ik eerder die Axial Age, die Axenzeit naar voren bracht, boeddhisme, confucianisme, hè, de Griekse filosofie, de Israëls profeten en het christendom, islam enzovoort. En het humanisme is eigenlijk, staat op die hoogte, zou je kunnen zeggen. Is echt een wereldhistorische ontwikkeling dat dit voor het eerst gelukt is om een integrale levensbeschouwing te ontwikkelen in immanente categorieën, zou je kunnen zeggen. Dus dat is, heel kort gezegd, het eerste verhaal. Waar Taylor op doorgaat in die moderniteit is, ik ben wel een heel lang verhaal, maar tegelijkertijd. Misschien kunnen we even kort terug, dat idee van dus die overgang eigenlijk van een nadruk op dat transcendente naar een nadruk op het immanente. Ja. Dat je ziet in die late periode van de vroege, of de vroege periode van de late middeleeuwen, dat het leven zelf nog zeer chaotisch is, weinig georganiseerd. Religie staat ook echt in het teken van het hiernamaals. Eigenlijk het leven wordt gezien als een momentopname, maar alles staat eigenlijk in het teken van wat daarna komt en wat ons daarna wacht. Ja. En dat levensbeeld, dat wereldbeeld, dat mensbeeld ook, maakt langzaam plaats voor een idee dat we zijn niet aan het wachten op een goddelijke verlossing in het hiernamaals. Deze wereld waarin wij leven is al Gods wereld. Ja. Kent zijn eigen ook goddelijke ordentelijkheid. En God kennen en God begrijpen is ook het begrijpen van zijn wereld. Ja. 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 En maar ook met het komen te liggen van de nadruk op dat, ineens in dat natuurbegrip, dus op dat immanente van Gods orde in onze wereld zelf. Ja. Ja. Bij het individu zie je dat de beweging van de confessie en dergelijke ook al de mens zelf hier en nu de mogelijkheid geeft om op zijn eigen zonde te reflecteren, zelf zijn daden te heroverwegen. Ja. Dus ook daar komt er een nieuwe agentschap eigenlijk in het menselijke handelen. En zo zie je dus dat langzaam er een overgang is van de nadruk op het transcendente naar het immanente. En die ontwikkeling die zet zich dus zo door dat op een gegeven moment de vraag zelfs wordt van, hebben we dat hele transcendente nog wel nodig? Kunnen we niet helemaal uit met wat hier in het hier en nu eigenlijk voorhanden is? Precies, dus dat is de paradoxale beweging. En juist die nadruk op dat immanente was aanvankelijk echt gemotiveerd vanuit de transcendente. Precies. Dus vandaar die hele paradoxale en ironische beweging die daarin plaatsvindt. Het is interessant dat Freud, niet om te ver uit te wijken, maar Freud in Moses en monotheïsme schetst zo'nzelfde geschiedenis. Dat hij eigenlijk zegt van dat verbod op de verafgoding van zinnebeeldelijke demonische vormen en dat nadruk op het niet verbeeldbare goddelijke, dat dan een soort van rationele impuls geeft aan de hele vervolgende geschiedenis. Ja. En dat is eigenlijk het begin van het atheïsme, begint eigenlijk met dat monotheïsme in Freud's opvatting. Die thematiek die speelt zeker bij Taylor op die wijze een parallel daarin. Je wilde gaan doen. Maar het interessante is natuurlijk dat, wij leven niet meer in de verlichting. En wat er gebeurt, en eigenlijk al heel snel, eigenlijk is Rousseau daar al een eerste voorbeeld van. Dat als die orde zich gaat vestigen, men zegt van rationeel kunnen wij de wereld op orde krijgen, we kunnen onszelf op orde krijgen. Eigenlijk ontstaat een nieuw wereldbeeld van de geordende samenleving. De geordende mens in de geordende samenleving. In een geordende wereld. En alles rationeel. Dat er dan gevoelens gaan ontstaan vanuit allerlei achtergronden. Van eerste, klopt dit wel? Twee, is dit nou alles? Drie, waar zitten eigenlijk hele elementen van het menselijk bestaan die eigenlijk nauwelijks meer een rol spelen hierin. Dus men krijgt het gevoel, Max Weber heeft dat later in een beroemd geworden beeld naar voren gebracht. Het gevoel dat men in een ijzeren kooi zit.
En dat die ook niet klopt, empirisch gezien. Dus dat er in het mens zijn hele andere krachten aanwezig zijn dan de pure ratio. Dus Taylor zegt wel, wij hebben de notie ontwikkeld van een buffered zelf, van een, als het ware een ommuurd zelf, een rationele controle. Maar ja, we hebben passies bijvoorbeeld. Welke rol spelen die? Nou, daar kun je nog een duiding aan geven. Maar wat je hoe langer hoe meer ziet, is dat mensen zeggen van ja, maar luister eens, ook de natuur zelf. Als we die eens goed bekijken, en we zijn er, die wordt langer hoe meer interesse in, maar die blijkt eigenlijk helemaal niet een controleerbaar systeem te zijn. Maar blijkt eens een oneindigheid te zijn. Dus ineens is niet zozeer van hier, wij, mens, soeverein mens, controleren een wereld. Die wereld blijkt eigenlijk, de Taylor noemt wel de dark abyss of time. Ja, een oneindige uitgebreidheid van, in tijd en in ruimte en ook in de diepte, zeg maar, hoe langer hoe meer, ook in, dat weten we natuurlijk vandaag de dag volop van, hoe meer je naar een molecuul kijkt, hoe meer, er blijkt weer nog weer en er blijkt eigenlijk heel weinig in te zitten qua pure massa, om zo te zeggen, maar het blijkt een geheel van krachten te zijn, maar daarin in deeltjes enzovoort. En dus zowel in de hoogte als in de diepte enzovoort blijken wij in raadselachtigheden te zitten en in oncontrole. Die we, en dus dat is een belangrijk besef. En dan zijn wij als mens, worden we ineens eigenlijk heel klein in een oneindig universum. Dus dat idee van dat soevereine mens, dat lijkt nauwelijks handhaafbaar te zijn. Marx bijvoorbeeld, die zal zeggen, luister eens, die rationele betere wereld enzovoort. Als ik goed kijk naar wat ik zie, dan zie ik mensen die door irrationeel, rationeel, in ieder geval door belangen gedreven worden. En keihard bezig zijn anderen te onderdrukken. Dat is die mooie wereld enzovoort. Ik zie dat die technische beheersing levert een proletariaat op. Nietzsche later, het zegt van luister eens, als we nou echt kijken wat nou drijft de mens is niet zozeer de ratio enzovoort, er zit een wille zur macht, een hele irrationele kracht die zich manifesteert eigenlijk overal in de kosmos, zou je kunnen zeggen. Maar in het mens zijn ook, doortrekt het mens zijn. Dus je krijgt in de 19e eeuw, wat Paul Ricoeur later genoemde, de meesters van het wantrouwen. Darwin, ook daarin, de hele andere krachten daarin. Freud, dus dat hele Freud, dus even, dus bijna het Marx, Freud, Nietzsche, Darwin, Foucault kun je er later ook nog aan denken als je zegt de verdere samenlevingsanalyse. Eigenlijk speelt er hele andere krachten daarin. Dus men gaat als het ware al heel snel de beperkingen van die modern, van die zeg maar dat exclusief humanistische beeld van de moderniteit, gaat men ervaren. En dat geeft een heel. Dus wat dan opkomt, zegt Taylor, is wat je kunt het antihumanisme. En dat is eigenlijk zijn beeld wat hij uiteindelijk, waar hij op uitkomt, intellectueel gezien. Eigenlijk zijn wij vanuit het idee van, we hadden een theïstische achtergrond. Daar is de westerse cultuur toch vanuit ongeveer 1200 was dat zich redelijk, had zich dat gesetteld als de bepalende positie. Dat ontwikkelt zich via dat reformproject naar een tegenpositie, namelijk dat exclusief humanisme wat zich ontwikkelt. En die roept weer een tegenpositie op van het antihumanisme. En Taylor noemt dat het Nova-effect eigenlijk. Dat die ene levensbeschouwing die er tot en met ongeveer 1500 was, dat ze dat uiteensplitst in drie, universa zou je bijna kunnen zeggen. En als een soort argontenstrijd van de moderniteit. Een soort argontenstrijd van de moderniteit. Een driesplitsing van die. Van die oorspronkelijke eenheid, zou je kunnen zeggen. Naar drie posities die fundamenteel met elkaar in strijd zijn. Die met elkaar in het gevecht aangaan. Die elkaar zeggen, je hebt totaal het verkeerd gezien. Waarbij het theïsme, je kunt zeggen, in zekere zin op grote achterstand staat. In de zin van, het humanisme heeft het idee van, kijk, wij zijn het. Het antihumanisme weet van, dat kunnen we mooi ondergraven. En die zetten zich ook nog in natuurlijk tegen dat theïsme, want het is bepaald niet zo dat dat een herstel van het theïsme is, dan hoef je bij Nietzsche niet meer aan te komen. Theïsme staat aanvankelijk, lijkt dat heel zwak te staan in het geheel. En dat zijn dus die drie posities. Maar dat zijn die drie posities. Theïsme, humanisme, antihumanisme. En wat ze daardoorheen voltrekt is natuurlijk dus dat zodra mensen gaan zien dat je verschillend kunt denken over het leven, je kunt verschillende opvattingen over het leven hebben, dat je dan, als je, dit is schetsmatig, die drie.
Maar dat mensen eigenlijk heel gemakkelijk geneigd zijn om wat tussenposities in te gaan zietten. Hè? Nou, vandaag de dag kennen wij bijvoorbeeld de ietsisten. Ja. Over het algemeen humanistisch, maar misschien is het toch wel iets. Hè? Een vleugje spiritualiteit. Een vleugje spiritualiteit erin. Of de New Age beweging enzovoort. En eigenlijk begint dat in de 19e eeuw al volop. Eigenlijk in de 18e eeuw, dat mensen tussenposities gaan ontwikkelen. Een beetje religieus, een beetje, maar soms ook niet, soms ook wel, enzovoort. Tussen het anti-humanisme en het humanisme in, enzovoort. En dat noemt Taylor het supernova eigenlijk. Dat die uiteensplitsing in drie grote partijen, dat er allerlei tussenposities zich ontwikkelen. En mensen daaromheen, dat merken we natuurlijk vandaag de dag, zeggen van ja, ik heb toch... om met mezelf om te gaan, puur rationaliteit, dat gaat niet. Ik ga naar het oosten, hè, boeddhisme enzovoort, dat kan dus ook allemaal. Want in zekere zin ontstaat dus, en dat is eigenlijk zo de situatie waarin Taylor zegt, hij was zelf zeer aarzelend over de titel, The Secular Age. Om twee redenen. Hij had zelf wat in een vraagteken erachter willen zetten bij de uitgever. Maar de uitgever zei, een boek met een vraagteken in de titel, dat verkoopt niet. Dus het moet een secular age worden, of anders bedenk je maar iets anders. En eigenlijk zegt hij, had het een plural age moeten worden. Een plurale tijd. En eigenlijk wat zich voltrekt in, geef me God, in sociologisch opzicht, is dat die drie posities het idee geven van, hey, kennelijk moeten wij gaan nadenken over hoe we in het leven staan. Dat gaan mensen ook op allerlei manieren doen. Zijn er heel creatief in en gaan dingen combineren enzovoort. En zeker vanaf, eerst heb je nog dat het nog min of meer institutioneel redelijk gewaarborgd wordt. Dan heb je nog, een katholieke zuil in allerlei landen. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld heel sterk. Dat noemt hij de mobilisatiebeweging eigenlijk. Ja, dat levensbeschouwingen gaan zich op collectieve schaal organiseren. Nou, het protestantse kerken, socialisme natuurlijk, hè, wordt ook zo'n grote beweging. Maar, en dat is het interessante van de meest recente tijd, om zo te zeggen. Hè, als we het nou hebben over vanaf de jaren 60, dan zijn er dingen die eerst intellectueel gebeuren in een kleine kring. Dat wordt een massa gebeuren. Hè. Dus wij leven nu, zoals hij dat noemt, de Age of Authenticity. Waarin die religieuze pluraliteit, of levensbeschouwelijke pluraliteit, echt galloping is, zegt hij. Dat galoppeert enorm. Hè. Ieder zijn eigen levensbeschouwing. Hè. Bricolage spreken de godsdienstsociologen wel over. Je pakt dat met zoals wat steentjes hier vandaan, steentjes daar vandaan, en je bouwt je eigen huisje daarin. Hè. Dat is eigenlijk een heel fascinerend proces. Maar tegelijkertijd blijven op de achtergrond wel die drie posities eigenlijk wel heel beeldbepalend. Filosofisch gezien zeker, maar ook maatschappelijk gezien zijn we eigenlijk voortdurend bezig om te zeggen van, nou ja, misschien toch wel iets van religie. Nou ja, nee, dat kan toch eigenlijk niet. Dat willen we onszelf eigenlijk niet toestaan. Humanisme, puur in die rationeel controleerbare vorm. Ja, er moet toch wel iets meer zijn. Of dat we ook het ontmaskerende regime vinden we ook erg plezierig om te hanteren. Hè? Van ja, maar kijk, onze samenleving, de westerse cultuur, dat kun je dus eigenlijk een onderdrukkingscultuur. Dus de hele nu over, als men nu over postkolonialisme heeft enzovoort, dat komt allemaal uit het anti-humanisme, zou je kunnen zeggen. Woke kun je in dat verband ook zien enzovoort. Men zegt van eigenlijk deugt er heel veel niet aan die cultuur. We moeten hem onder kritiek stellen, we moeten ontmaskeren enzovoort. En die registers die staan naast elkaar. Soms hanteren mensen ze allemaal door elkaar heen enzovoort. Maar die drie posities die zijn eigenlijk toch blijven die bepaald. Gehandhaafd, ja. Gehandhaafd. En dat is wat die in het laatste deel van dit boek probeert uit te werken. Zeg, als we nou uitgaan van die drie posities even als ideaaltypen. Wat hebben die elkaar eigenlijk te zeggen? Als wij nu vandaag de dag kijken, nou, het eerste is, moet je altijd zeggen, dus we zijn niet seculier. Dat is, we zitten eigenlijk heen en weer te gaan. En hij noemt dat cross pressures. Hij zegt, je moet mensen die echt keihard seculier zijn, moet je met een lampje zoeken. Hè? Dat zijn er maar een paar die dat echt zo in voluit willen zeggen van, ik geloof echt niet dat er iets anders is dan wat wij meten, wegen, kunnen tellen enzovoort. Dus harde fysicalisten, om zo te zeggen, ze zijn er nauwelijks. Ze zijn er, hè? Maar en je kunt afvragen of ze het nog hun eigen filosofie kunnen leveren. Hè? Want dan merk je ook als je de hele tendens in de richting van, ja, wij zijn ons brein, zijn wij
Kun je bij echt een gesprek als dit zien als puur een ontmoeting tussen complexe gehelen van moleculen? Automata, bij wijze van. Automata. Dat wordt ontzettend moeilijk. En ik zeg aan tijdens colleges ook wel eens. We hebben natuurlijk aan de VU natuurwetenschappen en een juridische faculteit. Ik zeg als je dat natuurwetenschappelijke wereldbeeld, als je dat tot wereldbeeld maakt. Dan kun je de juridische faculteit wel opdoeken. Want daar gaat het om dat mensen schuldig houden. Maar ze zijn, hoe kun je ooit over schuld of verantwoordelijkheid spreken als het puur om moleculaire processen gaat? Dus er zijn mensen die dat wereldbeeld overeind willen houden, maar veel zijn er niet. En die hebben ook heel veel intellectuelen, is dat nog heel ingewikkeld. Maar goed. Dus wat je eigenlijk ziet is dat die, hij noemt dat dan cross-pressured, is dat eigenlijk meerderheid van de mensen een beetje heen en weer beweegt. Eigenlijk ziet wel van misschien is er wel iets meer dan het pure fysieke. Maar wat dan precies, weet ik eigenlijk niet. Dus ik ben niet een theïst, maar ik ben ook geen atheïst. Ook die ontmaskeringskant, die zegt daar ook wel, de redelijkheid zou ik zeggen, gek genoeg van inzien. Inclusief het besef van waar de antihumanisten op wijzen, op de noties van seksualiteit en gewelddadigheid die in het menselijk bestaan zitten, dat herkennen we ook volop. Dus dat heen en weer gaan tussen die posities. En hij zei, en wat nu gebeurt is eigenlijk wel dat dan, en hij zei, tegelijkertijd is onze levenservaring door die herformulering van wat nou een mens is, hoe de natuur, het natuurbeeld, samenlevingsbeeld enzovoort, is wel echt veranderd. Dus we leven wel in een globaal gesproken immanent frame, zegt hij. Dus het gemak waarmee in de middeleeuwen men naar het transcendente verwees, of de vlucht van een zwarte vogel. Raaf. Als een slecht voorteken kon zien of iets dergelijks. Zo is voor ons, dat is heel lastig om dat zo te blijven zeggen. Dus in die zin zijn wij wel collectief geïmmanentiseerd. Ja. En tegelijkertijd betekent dat niet dat daarmee ons besef van dat er wellicht meer is, dat er andere dimensies zijn, verdwenen is. Ons besef van dat daar ook betekenis aan verleend kan worden. Of dat we daar ook betekenis aan kunnen ontlenen, is niet weg. Dus wat je moet krijgen is dat, en je krijgt een soort van virulent immanentiseringsdenken. Die vooral ook zegt van dat immanent frame betekent dat je moet atheïst zijn. En dat gaan we jou eens heel haarfijn uitleggen. En dat noemt hij closed world structures. Mm. En closed world structures, dat zijn eigenlijk verhalen die we met name intellectuelen vertellen aan het grote volk. Over, we lezen nu modern. Inderdaad, immanent frame. Als u ziek bent, gaat u toch ook naar de dokter. En u gaat echt niet zeggen, u bidt misschien wel, maar u weet dat zinloos is. Het is de chemotherapie die het moet doen. En voor de rest dan, u weet, het is mechaniek. En dat betekent ook dat u verplicht bent, als u in het immanent frame, door wetenschap en techniek gevormde levenservaring enzovoort, dan bent u ook verplicht atheïst te zijn. Dat zijn de closed world structures. Die het onder andere zeggen, de moderne wetenschap die bewijst dat enzovoort. Ons kennis, wat wij weten van hoe kennis werkt, bewijst, dan zijn we verplicht om als het ware alle transcendentie te ontkennen. Of we gaan een verhaal vertellen, het God is dood verhaal van Nietzsche. In de moderniteit ben je verplicht zelf je ubermens, je eigen waarde te creëren, creatief jezelf te poneren. En elke verwijzing naar hinterwelten of naar transcendentie en dergelijke is eigenlijk een terugval in kinderlijkheid. Wees geen kind meer, wees een vent. Er zit ook heel masculine taal zit eigenlijk in dat atheïsme. Wees een kerel en opgegroeid. Max Weber speelt ook, die had er veel meer de tragische kant ervan. Ik kan niet anders meer, maar ik moet daar wel in staan. De manneswürde had hij dan over. Ik ben een kerel, ik verlang niet meer naar sprookjes. Precies. Geen sprookjes meer. Die onttovering. Dat is ook een verhaal wat verteld wordt om als het ware dat immanent frame ook gesloten te maken, zeg maar. Of het idee van kijk, de samenleving, wij
Wij hebben onze samenleving toch echt gemaakt. Wij maken dat zelf, zonder verwijzing naar God of iets dergelijks. En ook, nou, de koning gaat er ook al uit enzovoort. Elke verwijzing naar traditie of naar iets groters of iets dergelijks. Het is een contract wat wij als het ware een rationeel contract dat wij vrijwillig met elkaar aangaan. Dat is de samenleving. Dus we hebben ook niets anders nodig dan dat. Nou, dat zijn allemaal closed world structures. Hij spreekt ook nog over self-authentication. Ook daar dus, zowel historisch zou je kunnen zeggen, is dit ook een idee van we gaan niet meer terug naar eerdere tijden. Wij maken zelf onze wereld. En dat zijn closed world structures waarmee dat immanent frame als het ware gesloten wordt en gezegd wordt, jij, een modern mens is atheïst. En wordt bij wijze van spreken ook afgedwongen met instituties. Wordt afgedwongen. Ja, wordt inderdaad in de verhalen. Dus dat is ook een strijd eigenlijk om wie kan de dominante verhalen vertellen. En ik vind het interessant ook wat je zegt aan dat idee van je hebt die drie bijna wereldbeschouwingen, mm-hmm, of mogelijke, mm-hmm, wereldperspectieven, ja, die, ja, inneembaar, ja, worden, ja, na die, ja, grote moderniseringsbeweging. Ja. Die toch in zichzelf ook al wel behoorlijk pluraal is, maar alsnog, die algemene structuren, mm-hmm, zie je dan wel. Je hebt die theïstische, humanistische en die anti-humanistische positie. Maar wat, mm-hmm, mij opvalt aan wat je beschrijft, is dat natuurlijk het zijn meer dan posities. Het zijn eigenlijk natuurlijk ook bijna structuren die afgedwongen worden door de organisatie van de samenleving zelf. Laten we zeggen dat onze liberaal-democratische instituties, waaronder ook het onderwijs, maar ook het parlement, onze hele staatsorganisatie, is een humanistische organisatie. En als je daaraan wil participeren, moet je dat doen met een humanistische blik. Meer in de privésfeer, meer in het, waar het zijn voor het persoonlijke betreft, zou je kunnen zeggen, daar doen die spirituele impulsen zich heel erg gelden. Als we kijken naar onze economie, steeds verder in zichzelf getechnologiseerd en ook bijna niet meer afhankelijk bijna van consumenten, maar het worden, zoals Harari het bijna voorspiegelt, de ene machine verkoopt wat aan de andere. Dat is een anti-humanistische, ja, structuur. Ja. Dus je hebt, ja, een anti, en die structuren die werken ook in op de mens. Het is meer dan dus zelf ook een keuze of een wereldbeschouwing. Die wereldbeschouwingen liggen als het ware verankerd in de organisatie van onze maatschappij zelf. Het is dus ook niet een houding die je zomaar kan innemen, maar die ergens dus ook wordt afgedwongen of opgelegd op een bepaald. Absoluut, absoluut. Daarom was Tas Taylor dus met name ook via die, wat hij die closed world structures noemt, de verhalen die verteld worden in onderwijs, in de publieke sfeer enzovoort. Dan wordt daar inderdaad iets eigenlijk afgedwongen. En wat Taylor probeert te doen is zeggen van ja, wat is nou de intrinsieke kracht van die verhalen die we vertellen. En hij zegt eigenlijk zijn dat ook geloofsverhalen. Het is een anticipatory hunch, zegt hij dan eigenlijk. Je gokt dat dat eigenlijk waar is. Je gokt dat wetenschap inderdaad alles zegt over wat er te zeggen is. Je gokt erop dat wij inderdaad ons leven volledig in eigen hand moeten nemen. Er zit een soort van en er zijn hele andere opvattingen zijn ontwikkeld. Dus de kritiek daarop, die is er. Bijvoorbeeld vanuit de kennis. Er is een hele fenomenologische beweging waarin eigenlijk die heel duidelijk maakt dat kennis of veel breder is dan alleen wetenschappelijke kennis. Dat wij dagelijkse kennis hebben, dat wij ervaringen opdoen die gevoelsmatig zijn, maar die soms ook. We doen ook ervaringen op van mensen die zeggen: dit eigenlijk past dit niet in onze kaders. Dus dan heb je toch transcendente-achtige ervaringen. En wij leven ook helemaal niet als wetenschapper. Ik zeg wel eens tegen studenten, en nog nooit is er iemand in de totale mensheidsgeschiedenis geschreven die één druppel H2O gedronken heeft. Nooit. Je wilt drinken water. Ja? Zeg, ja, maar dat is H2O. Nou, nee. Je drinkt geen chemische formule. Dat is een bepaalde beschrijving die je in bepaalde contexten nodig hebt, maar is niet een essentie van wat het fenomeen water is. Nou, is dat allemaal keurig allemaal beschreven, hè, met name in fenomenologische literatuur. Maar toch wordt dit wel heel sterk neergezegd. En zo vervoeden we ook kinderen op enzovoort. Ja, maar zie dat. Dus de fantasie en de creativiteit en de sensitiviteit wordt er heel snel uitgebracht. Je slaagt als je 1 plus 1 is 2 goed kunt zeggen. En als je denkt 1 plus 1 is 3, dan ga je naar een psychiatrische inrichting. Zo simpel ligt het. Dus de disciplinering die vindt heel sterk, wordt daar in plaats. En dat is wat
Taylor, daar probeert hij aan te morrelen eigenlijk. Nog één ding, daar ook, ja, dat is ook interessant, dat hij ook zegt van kijk, we hebben ook onze ethiek zo ingevuld. Dat is echt een van zijn centrale, ja, hij probeert heel erg, ja, moet je zeggen, posities te beschrijven, invoelend. Hè, dus je merkt, ja, hij is ook iemand die begrijpt, hij is ook zelf, voelt hij als het ware zich af en toe humanist. Hij voelt zich af en toe anti-humanist, hij voelt zich af en toe theïst enzovoort. Dus heel verzoenend en beschrijvend enzovoort. Dus doet hij het doen. Maar op één ding merkt hij, is hij heel fel, wat hij zegt, in die astro van moraal gaat. En dus wat we in die moderne moraal zijn gaan doen, is eigenlijk ook het idee van die controleerbaarheid heel sterk zetten. Dus wij zetten dingen in een code. Wij leggen dingen vast. We hebben een bepaald principe. En een beetje, dat was in zijn eerdere boek al over Sources of the Self. Sprak hij uitvoerig over de ethics of inarticulacy. Van eigenlijk hebben wij ethiek verschraald, gedesarticuleerd zou je kunnen zeggen, tot een paar regels. He, die je bijvoorbeeld in een gedachte-experiment, zoals John Rawls dat doet, ontwikkelt. Zeg van, laten we met elkaar, we kennen helemaal niet, we weten niet wie wij zijn, ik weet niet wie jij bent, wie enzovoort. Maar wij weten alleen dat wij mens zijn in de meest abstracte zin. We abstraheren van al onze bindingen. Van al onze bindingen enzovoort. En zo denken wij eventjes dat wij stellen ons voor dat wij zo bij elkaar zitten. En we moeten regels gaan ontwerpen voor een toekomstige samenleving. Nou, dan kom ik erop dat dan mensen hebben bepaalde strategie, willen een beetje belang, dat een beetje afwegen. Je wilt niet zeggen dat je volledig in de goot terechtkomt enzovoort, maar je wilt ook je eigen ruimte wel hebben. Dus een maximale vrijheid voor iedereen en niet al te grote ongelijkheid. Laten we het zo maar eventjes zeggen. En dat is de basisregel. Nou, als we dat bedacht hebben, dan ga je daar de samenleving mee in en zie daar. Dat is de ethics of inarticulacy. Want waarom zou je überhaupt in die samenleving, in de realiteit, verbonden zijn met een ander? Zeg van, ja, jij ligt in de goot. Ja, nou, pech voor jou. Ik heb gewoon het betere deel gekozen. Waarom moet ik nou, ja, dat hebben we in abstracto bedacht. Hè, maar waarom was het voor mij de verplichting dat ik mij jou, dat jij, dat jouw lot, dat ik mij jou dat moet aantrekken? En dat, zegt Taylor, is precies wat er gebeurt met de moraal in de moderne tijd. Is, we hebben de regels, we hebben de codes, we hebben het vastgelegd. We kunnen de vinkjes zetten en dan hebben we het goed gedaan. Dat daar mensen zitten achter onze spreadsheets. Dit is echt het script voor de toeslagenaffaire. Het script voor Groningen, voor alle dingen. Ja, juridisch ligt het vast, klaar. En daarmee zijn we ook gerechtvaardigd. Want het hele idee is ook dat de instituties zoals we die georganiseerd hebben, die hebben in zichzelf, zijn de borg voor de rechtvaardigheid. Dan hebben we het al, dan hebben we het gedaan. Dan hebben we het op orde. Dus wij hoeven ook niet zelf meer na te denken. Hetzelfde geldt ook trouwens voor de economie. De gedachte is, ik ben er zelf sterk mee bezig de laatste jaren, maar de gedachte is, er komt vraag en aanbod, er komt een prijs uit, de prijs is rechtvaardig, want dat hebben we theoretisch gezien. Dat moet gewoon de juiste prijs zijn. En dus wat er gebeurt in de samenleving enzovoort, of daar mensen wel of niet, ja, je doet niet mee omdat je geen koopkrachtige vraag hebt. Ja, nou ja, pech, dat lost zichzelf wel op, dat idee, die harmonie. Dus wij, als het ware, de moraliteit als, ja, je kunt zeggen, als unsettling event. Hè? Als iets wat ons ineens raakt. Hè? We worden dat wordt weggeorganiseerd, institutioneel en procedureel. En daar is Taylor echt, ik zei al, de grote passages van ze, maar die heel groot emotioneel, als het ware, hoor je hem daar beschrijven. Hoe levensgevaarlijk dat is voor de moraliteit. Want moraliteit is van iets wat zich in een bepaalde context, in een bepaalde situatie voltrekt tussen mensen. Waarin ik jou aankijk en jij mij iets doet. Een beetje Levinas-achtig zou je kunnen zeggen. Maar waarin ik dus ook niet van tevoren weet wat nou het verstandig is. Ik heb wel bepaalde ideeën erover. Maar ik moet echt kijken van hoe werkt het nou hier uit voor deze persoon, voor dit. Hoe werkt het uit voor mij? Enzovoort. Dus je moet, dus wat dan Aristoteles phronesis noemt. Dat ook, je hebt wel algemene inzichten, maar de concrete context, die is eigenlijk ook heel bepalend voor hoe je dit dan doet. Heb je wijsheid voor nodig?
wijsheid, dat is een lachwoord in de procedures die we hebben. Dus een ambtenaar die wijs is, denken we niks ervan. Je hebt je aan je regels gehouden. Hè, dan ben je veilig. Hè, dan ben je niet. Dus dat zitten we ook helemaal zo te organiseren. En iedereen gaat zichzelf ook zo organiseren. Van ja, ik ben altijd gedekt. Ik ben altijd gedekt door de procedures. Hè. Ik heb iets gedaan wat misschien verschrikkelijk is, maar procedureel. En de wijsheid vergt dat je in een bepaalde context beslissingen moet nemen die passend zijn voor deze situatie. Hè, dus voor Taylor is dat, hij noemt het ook wel verticaal denken. Hè, dat je in een bepaalde situatie ineens ook zegt van ik ga een hele andere oplossing bedenken. En zijn voorbeeld is daarin, maar geeft andere voorbeelden ook. Maar is het meest, ook het meest bekende is natuurlijk is het waarheid en verzoeningsproces in Zuid-Afrika. Waar men zegt van ja, eigenlijk juridisch gezien zouden we hier een aantal mensen moeten vervolgen. Grote aantallen voormalig onderdrukkers in de gevangenis, levenslang in de gevangenis zitten. Want er waren martelaars, die hebben martelingen gepleegd en misdaden enzovoort. We gaan ze straffen, dat zou je kunnen zeggen, dat is een procedureel helder. Hè? Maar wat voor samenleving creëer je daarmee? Hoeveel haat blijf je voeden? Enzovoort. Even, ja, kunnen wij dat echt zo doen? En men heeft iets anders bedacht. Hè? Dus dat hele waarheids- en verzoeningsproces. Eigenlijk een manier van, ja, in een bepaalde context kijken van wat is hier nu wijs? Wat is hier nu wijs en wat is heilzaam voor de toekomst? Hoe kunnen we, dat is eigenlijk wat moraliteit vergt. Goed, dat even uitweiding over die moraliteit. Nou, dat is mooi en dat blijkt mij ook wel. We gaan ook richting de afronding. Ja. Dit is nog wel een mooie afrondende vraag, denk ik dan ook. Zo van, wat je nu beschrijft is natuurlijk aan de orde van de dag. Rapport ongekend onrecht. Roep om het terugbrengen van de menselijke maat. Overal wordt geconstateerd dat die technologisering en die bureaucratisering en die dat neemt hals over kop toe. Hoe kunnen we dus met de blik van een Tayloriaan kijken naar deze ontwikkelingen nu en vooral wat voor handvaten geeft Taylor ons om te proberen om een ander soort toekomst voor onszelf te gaan winnen. Hè? Waarin we dit soort krachten gaan temperen en toch een nieuw soort oog voor die menselijke maat en misschien ook voor die verticale dimensie gaan terugbrengen in ons publieke en politieke bestel. Ja, kijk, het is geen politiek filosoof in de zin van dat hij, althans in dit boek zeker niet. Elders heeft hij wel ook geschreven over de multiculturele samenleving en het leven. Dan heeft hij ook zelf, is hij daar heel actief in geweest in Canada. Om daar, hoe ga je met heel verschillende levensbeschouwingen om en rechten van minderheden enzovoort. En misschien wat concreter ook, omdat je nu natuurlijk maar ziet er is een grote woede. Er is veel resentiment. Als het gaat om het vinden van een nieuw soort vergeving. Alle verschillende kanten op, dan denk je dat speelt ook in onze maatschappij een belangrijke rol. He, dat partijen elkaar weer vinden, maar ook dat ergens oud zeer boven water moet komen en geadresseerd moet worden op een bepaalde manier. Of het nou om de linkerkant of de rechterkant gaat, je ziet overal dit soort boosheid terugkeren. Dus daarin vroeg me een bijzonder af, van wat voor, hoe zou Taylor hier in onze Nederlandse samenleving zijn stem laten gelden? Zo zeggen van nou jongens, hier moeten we misschien aan gaan denken. Zo moeten we elkaar weer een beetje gaan vinden. Ja. Nou ja, twee dingen. Ik denk ten eerste even op deze directe vraag en daarna heb ik nog even de achterliggende vraag nog even om dan ook iets van zijn eindpositie in het boek nog iets te schetsen. Maar zijn directe vraag, kijk wat hij met het een heel invloedrijk essay over de politiek van erkenning heeft hij hier geschreven. Waarin hij processen beschrijft. Zegt hij, denk nooit dat samenleven makkelijk is. Dus wij denken wel dat wij allemaal gelijkwaardig zijn enzovoort. En dat zich dan zo van harmonische orde makkelijk vestigt. Dat vergt ontzettend veel werk. En eigenlijk moet je voortdurend, dus die term, de Hegeliaanse term erkenning, die is heel fundamenteel. En dat moet je voor heel verschillende posities moet je dat doen. Dus je moet, en essentieel, dus heel gevaarlijk is het als je een elite krijgt die zegt van wij begrijpen wel hoe het zit en jullie zijn zus en zo en zo. En jullie zijn achterlijk of jullie zijn plattelanders en randstedelingen hebben dat door enzovoort. Dus je moet echt voortdurende oefening doen om wat hij noemt de presumption of equal worth. De assumptie van gelijkwaardigheid van heel verschillende perspectieven. En laat ze dus horen. En niet in het idee van, jij mag ook eventjes jouw zegje doen, maar dan. Nee, dus een beetje, wat zo'n Remkes gedaan heeft in de stikstofcrisis. Dat mensen zeggen, ik word gehoord. Dat is essentieel. En dan moet je daar je eigen horizon, dus daar gebruikt hij een term van Gadamer bij, de fusion of horizons. Dus je eigen horizon ook laten verbreden.
en verwijderd door het perspectief van de ander. En hij zegt, en denk nooit dat af is. Dus samenleven in een plurale wereld is voortdurend hard werk. En dat kan alleen in die diepgang van erkenning van totaal tegenovergestelde posities, die je toch, ja, en dan klinkt het misschien wat soft, maar je toch met elkaar om de tafel brengt, maar op voet van, ik wil echt weten waarom jij denkt wat jij denkt. En ik ga niet meteen zeggen dat jij zus of zo, in de termen van achterlijk en progressief enzovoort. Of nou ja, zoals ik al zei, die tegenstelling van agrarische, randstedelijk migrant en autochtoon of iets dergelijks. Je moet echt die perspectieven, die moet je echt op tafel hebben. In hun omvang ook dus. Religieuze perspectieven. Die dienen dus echt ook zich voluit te kunnen uitspreken. Dus dat is heel, heel belangrijk voor hem. Wat voor hem dat het ook vergt, en dat is, daar kom ik eigenlijk een beetje bij het eind van dit boek. En daar schetst hij eigenlijk ook naar de toekomst van religie en de toekomst van die drie partijen eigenlijk met elkaar. En dus kijk, mensen die zullen toch altijd aan mens zijn, inherent aan mens zijn is, nou, wij zijn allebei geen kind meer. Hè? Als wij nu nog hier kindelijk gedrag zouden vertonen, zouden we zeggen, nou, dat is toch niet helemaal wat het moet zijn. Hè? Dus in mens zijn zit een idee van, je groeit, je ontwikkelt je, transformatie. En dat betekent dat je dingen achterlaat en dat je dingen wint. En dat je dingen behoudt, het goede enzovoort, en zo groei je als mens. Die transformatie, dat is eigenlijk het fundamentele thema waar al die levens, die verschillende posities, humanisme, anti-humanisme en theïsme, daar hebben, die hebben iets te zeggen over transformatie. En die hebben allemaal hun ideeën van transformatie die, waar positieve elementen in zitten, maar die ook enorme ontsporingen kunnen leiden. Bijvoorbeeld noemt hij de hele medicalisering van psychische thema's. Het leven is moeilijk. Het leven is soms shit. Hè? En dan kun je zeggen, ja, als je dat zo ervaart, daar heb ik wel wat voor. Hè? Dan kun je even wat middeltjes nemen en dan, je hoeft er geen strijd. Wrijvingsloos leven, wij kunnen jou enzovoort. Ja? Nou, dat is voor mensen buitengewoon, ja, dumbing down eigenlijk. Hè? En soms moet het, in extreme gevallen kan het nodig zijn, maar ergens moet je ook die confrontatie aangaan met wat het mens zijn van je vraagt. Nou, dat zit in het theïsme, zit het eigenlijk. Dat je van, ja, je hebt goede machten en kwade machten. Dat is een strijd die je in je voelt, daar moet je de strijd mee aangaan. In het antihumanisme zit inderdaad wel heel sterk die gedachte van, nou ja, vergeet het transformatie-idee. Gewoon leef je uit. Hè? Leef je uit. En dat kan ook enorm destructief zijn. Dus eigenlijk hebben die drie posities, als het gaat om die thematiek van transformatie, hè, van menselijk, ja, van hoe word je nou een meer rijp mens, hebben die drie posities eigenlijk elkaar nodig. En moet ook van elkaar leren. En dan komt hij uiteindelijk een beetje uit de kast ook als zelf. Hij zegt van, ja, zelf kom ik uit die christelijke traditie, daar wil ik ook in staan. Maar ik vind dat de christelijke traditie, zeker in het Westen, een soort van ontsporing heeft doorgemaakt met dat hele, ja, vermaatschappelijkingsproces, zou je kunnen zeggen. Inclusief enorme nadruk op seksuele ethiek en dergelijke. Van dit mag wel, dit mag niet enzovoort. Naar een soort christendom 2.0. Wat eigenlijk die kritiek van humanisme en anti-humanisme grondig verwerkt heeft. Maar tegelijkertijd het idee van dat transformatie verbonden is ook met transcendentie. Met als het ware je openstellen voor krachten van het goede. En ook gericht zijn op het goede. Niet in een soort van wettische codezin, maar in een zin van het ontwikkelen van wijsheid. Wat is hier nodig? Heeft die christelijke traditie daar wel degelijk heel veel in te zeggen. Dus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan haalt ik uit voor het Nieuwe Testament naar voren. Van eigenlijk, waar vind je een verhaal waar zozeer inderdaad mensen aan een ander verbonden worden, dwars door, nou ja, culturen heen. Je kunt zeggen, hier wordt een Jood wordt geholpen door een Palestijn.
in het verhaal. Maar in een concrete situatie en eigenlijk dat soort sensitiviteit. Dus eigenlijk is dat heel erg verbonden met wat hij dan ziet als een soort van Christendom 2.0. Met het theïsme wat hij voor ziet. En in die zin zegt hij, dat perspectief blijven we ook echt wel nodig hebben om, ja, je kunt zeggen, de rauwheid van het antihumanisme en de codegerichtheid van het humanisme eigenlijk blijvend onder kritiek te stellen. Dus nou ja, zo ziet hij ongeveer een soort van die drie posities, die hebben elkaar ook in zekere zin blijvend nodig en moeten ook van elkaar leren in zekere zin. Om ook dus, de scherpe randjes wederzijds te temperen. Om wederzijds de scherpe randen en de ontsporingsmogelijkheden temperen. In te dammen. Precies. Hartelijk dank, dus, Govert, voor wat uiteindelijk toch echt wel een mooi kort college Charles Taylor is geworden. Voor kijkers die dit een mooi college vonden, de links naar al de boeken die genoemd zijn en ook de boeken die hier op tafel staan, vinden jullie ook in de beschrijving. Dus als je zelf graag nog studie wil maken of wat meer wil lezen van Charles Taylor, kijk dan vooral nog even in de beschrijving. Voor vandaag nemen wij weer afscheid van jullie. Hartelijk dank voor het kijken. Vergeet niet dat wij dit gesprek alleen maar kunnen maken dankzij jullie steun. Ben je nog geen lid van onze Petje Af? Kijk dan ook even in diezelfde beschrijving en word patroon of schutspatroon van ons kanaal. Niet alleen kan je dan reclamevrij kijken naar al onze video's, maar eens in de zoveel tijd houden we dan ook een leuk extraatje aan over. Nogmaals, hartelijk dank voor het kijken. Govert, hartelijk dank. Graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.